Fleur. Ik ben Nora. Ik ga gelijk met een duidelijkere stem spreken. Ja. Wij hebben een bloementuin gemaakt. Want wij vonden het normale staantonspel vonden wij veel te saai. Het staantonspel, dus de reguliere schaakstukken. Ja, want het zou niet heel handig zijn als je tegen een Amerikaan moet. En die Amerikaan komt met hele rare stukken aan waarvan je geen idee hebt wat het betekent. Nee. Daarom hebben wij dit gemaakt. En Nathaniel Cook was de uitvinder van de stukken. Ja. Oh ja. En ze zijn vernoemd naar Howard Staunton. Oh ja, de gewone stukken bedoel je. Ja, dat ja, klopt. Dat ja. Was in die tijd een hele bekende schaker. In Engeland, ja. En het eerste persoon dat met de stukken speelde was Jack Wells van Londen in 1849. Dus wij vonden het heel langzaam te saai en wij hebben er een vrolijk stuiterspel van gemaakt. En die witte margeetjes, of zo, dat zijn de... Ja, ik weet het niet. Nou, dat zijn de torens en... de dame, de koning, het paard, het paard en dit zijn allemaal pionnen. En dit zijn de zwarte stukken, dat kan je zien aan dat de bovenkant is groen. Alleen is als je ermee wil spelen, dan moet je hem niet hier aan pakken. Want dan komt de verf af. En dat is dus zonde zijn, dan kan je niet zien welke kleur je stukken zijn. En dan kan je hier kan je gewoon vastpakken. Ja, en in de... En je kan de witte stukken plaatsen om eruit te pakken en overal in het bord zijn gaatjes. Dus dat kan je zien. Wat een werk. Ja, we hebben wel een applaus waard, denk ik. Wat zeg je? Ik heb altijd kaarten van mijn opa en oma, dus die bloemen zijn allemaal kaarten. Oké. Geknipte kaarten. Die heb je allemaal daar, een mooie doos. Zijn er nog vragen, jongens? Piloten. Ik vind het blaadje die nou hier in de klas staan. Of wat ga je ermee doen? Hebben jullie er al wel eens mee gespeeld om te kijken of het echt werkt en je het uit elkaar kunt houden? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Nou, moet je in de competitie proberen? Nou. Ja, ik vind het een goed idee. Ja. Jongens, nogmaals een groot applaus. Ik vind het geweldig. Ja, het lijkt een beetje op elkaar, hè? Ja, het lijkt op elkaar.